eerst hier af. Nou, dan leg je nu dat knoopje hier erin. En hier doe je dat, dat dopje op, hè. Top, man. Jullie zijn vandaag bij Praktijkschool De Dieken. Hier in het ATC, het arbeidstrainingscentrum. Wat wij hier proberen te doen samen met de leerlingen is zoveel mogelijk echt werk te doen. Deze leerlingen die leren hier hoe ze straks in het bedrijfsleven en op de arbeidsmarkt aan de slag moeten. Wat leerst u hier zoal? Ja, het ding was moeilijk vindt dat op stage beter kan. En wat hier vandaag nog zo'n puntje van de soort is van, nou, vind ik best wel lastig, kan ik misschien nog wat beter in worden. Mijn aandacht om het werk, dat ik mijn aandacht erbij had. Net maar de telefoon zitten, boad, zie je maar opletten. Ja, dat ja. En we zijn nu al wat verder, hè, want de dos zit nog aan ons kofke. Hoe gaat het jou? Verneemt ik dat er beter in wist? Ja, ik verneem het wel. En wat hier vandaag een moment dat starts van, hey, het begint beter te gaan? Toen ik mijn telefoon in kluis kreeg. Ja, wat is jullie taak? Nou, die schelpjes in een zakje doen en zo. En dan die zakjes dichtmaken. En dat komt dan in het kerstpakket. En ja, wat doen jullie hier precies? Wat leren jullie hier? Productiewerk of zo? Ja, gewoon hoe je... Ja, hoe zeg je dat? Hoe je kaarsen moet maken en zo. En schelpjes moet maken. Als met productie. Ja. Jullie worden hier echt een beetje klaargestoomd om straks zeg maar in het echt aan het werk te gaan? Ja. Nee, ik niet. Jawel. Alleen ik niet. En waarom jij niet? Ja, dat werkt niet voor mij. Om echt aan het werk te gaan. En je bedoelt sowieso om aan het werk te gaan, wat lastig. Ja, dat is de start. Ja. En waarom zie je dat niet zo zitten? Of waarom wordt dat dan niet, denk je? Nou, ik heb autisme en ik zit wel op een zorgboerderij. En het lukt op andere stageplekken ook niet. Dus dan is het ook niet handig om in de gewone werk te gaan. Dus laatst gesproken met school en zo. En toch, nou zie ik jullie hier met z'n tweeën aan het werk. Gaat je best lekker af hier. Ja, dat wel. Maar het is ook iets, ja, de omgeving is veiliger. En wist je intussen ik al een beetje wat later zelf graag doen wordt? Wat voor werk was dan? Ja, dat weet ik wel net. Nee. Heeft ambitie idee welke kant als het op worst? Ja, bij de welkoop of in een groen centrum zal ik me wel leuk. Dus eigenlijk best nog een stage erin? Ja. Dus als goed in best was, heeft misschien wel komske. Ja. Goedemorgen, laat een college met Voekje. Wat ze al even vinden, wat ze al even vinden. Het is wel te dwang, hè? Ik heb van mijn collega een zaklampen gekregen. En nu kan ik het opschrijven. Het was wel een beetje moeilijk. Maar het is toch geweldig wat hier gebeurt, of niet? We moesten het milieu een beetje besparen en moesten we een upgrade bedenken hoe we dat gingen doen. Om de wereld beter te maken. Ja, en om iets... Want wat is upgrade? Dat is de wereld verbeteren, want ja, de wereld is nu niet heel erg... milieuvriendelijk eigenlijk. Meestal denken ze niet aan de wereld, maar denken ze meer aan zichzelf. Ja. Dus eigenlijk heeft Chantal een beetje het idee bedacht. Ja, toen hebben we nog met andere groepjes hebben wat samengevoegd tot dit idee. Ja. Het wordt vandaag even een speciale les. Ik heb wel het een en ander op het bord staan en ik heb een ledlampje meegenomen, want wij hebben vandaag een duurzame dag. De bedoeling is dat we teruggaan in de middeleeuwen. En weet je nog? Ja, maar wel, dat is echt niet. Dat we teruggaan en dat we allemaal energie besparen, dat we een groene school zijn. En wat doe je dan, Krek? Nou, wij doen alle licht uit en geen kachels aan. Het is dat de dag als mijn haar niet heb gekant, dan ga je nu vragen om te worden interviewd. Ja. Ja.
Heeft het enig idee hoeveel apparaten, hoeveel lampen moet er nou ooit binnen? Ja, we moesten vorige week maandag moesten we alles gaan tellen. Dus zijn we echt gewoon 2-3 uren zijn we echt bezig geweest door de hele school lopen. Alle lampen, alle kachels, alle computers tellen die dan uitgaan. Nou, de computers zijn 112 en de kachels zijn 121. Het was veel tellen. En ook vaak de tel kwijtraken. 2473. Lampen? Ja. Zal hier nou eens wat, hè? Wat dan? Nou, ik wist net dat ik een zaklamp op mijn telefoontje heb. Ze krijgt even van wie instelt. Dus dan heb ik weer acht, nou, als ik niks bij me. Maar dit kost wel een soort stroom ja, van je telefoon. Dat zo ik krijg ik nog weer batterij aan ze allemaal leggen, denk. En dan? Nou ja, dan moet het weer op. Maar wij wat betekent. Nou, bist u hier op squallen zonder stroom? Dus dat thuis ik? Nee. Nee, ik zelf niet, maar. Ik hou er wel rekening mee dat ik niet mijn stroom expres aan laat staan of zo. Als je bijvoorbeeld thuis zit, dan doe je sneller de kachel aan, omdat het gewoon dan lekker warm is. Mogen alle mensen die een wifi aan hebben misschien op de camera? Met zo'n leuk dingpak. Waarom heen die om? Omdat het warme truidag is en dan is het een stuk warmer. En heeft nog enig idee wat het opsmiet? Wat het oplevert? Ja, een betere wereld. Ja.